In 2005 wordt Alexia geboren. Hier is ze dan. Als tweede dochter van Willem-Alexander en Maxima. Willem-Alexander is zo trots als een pauw. Ik ben er weer sprakeloos van. De weeën kwamen eigenlijk vannacht al. En toen ging het vanzelf. En toen is het kind geboren. Alexia lijkt soms iets wat verlegen, maar voor de camera's bloeit ze steeds meer op. Ze lijkt geboren voor de spotlight. Heel goed. Ademhalen. Hollands Next Topmodel. Ook zien we Alexia op Koningsdagen voorbij komen. Het is altijd wel leuk dat hoe graag mensen willen zien en zo. Bijvoorbeeld, ik gaf iemand een hand en ik werd helemaal blij. Het is wel altijd leuk om mensen blij te maken. Waar ze al op jonge leeftijd een modebewust meisje lijkt te zijn. Velen vinden dat Alexia enorm op Maxima lijkt. Ik vind, aangezien hoeveel werk mijn moeder altijd moet doen, vind ik dat ze echt als moeder dat ze het heel goed doet. Ze moet heel veel tijd besteden aan haar baan natuurlijk, maar ik breng nog steeds heel veel tijd met haar door. En wij allemaal, en ook met mijn vader. Ik vind mijn ouders echt best wel goede, ja, hele goede ouders. Ja. Maar ze zijn niet... Bravo! Kijk, ik weet dat soms... Dit was niet scripted! Dit was niet scripted.